Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2015, met Bliefjes natuurlijk. En vandaag rijden we op Midden-Nederland van Apeldoorn naar Utrecht Centraal, waar wij ondertussen in Apeldoorn nog een keer gaan aankoppelen aan het andere trein. En laten we beginnen door de passagiers in te laten stappen natuurlijk. En even kijken, wij gaan naar Utrecht Centraal, dat zal dus de, ik zal even de koersborden goed zetten. Dat ze naar Utrecht heen gaan. Kijken. Utrecht Centraal. Dat is dus ons eindstation. De richtingsschakelaar doe je even naar voren. Even kijken. Frontzijde doen we aan. Even kijken. Oh, die we niet zo nodig eigenlijk. Het is nog licht genoeg. Even kijken. De deuren gaan dicht. En daar gaan wij treinstel 4055, gaan wij daar aankoppelen, tenminste wat de bedoeling ervan is. Zo, even rustig gaan doen met de wissels nog. Ik vind het wel grappig dat je een snelheidsoverschrijding hebt terwijl je nog gewoon netjes 60 aan het rijden bent, maar goed. Ja, daar gaan we weer. Beetje lopen niet zo als de episode begint natuurlijk. Vet, we mogen strakjes 32. Dat zou waarschijnlijk wel duiden op 120 of zo. Ik denk dat daar af en toe wel problemen zijn met de snelheden door de nieuwe release van Train Simulator natuurlijk. Laten we gewoon even aanhouden dat 120 is, die 32. En dan blijf ik nu gewoon nog even netjes 80 rijden. Even kijken wat bij die snelheid nou uitkomt. Oh, hij staat op 129. Dat was de vorige keer ook zo. Dan moest ik gewoon 100. Even kijken, toen moest ik gewoon 120 rijden. En dan blijft het goed. Iets verderop gaat de snelheid naar. Hoe heet het ook alweer? Volgens mij gaat hij dan naar 140 in. Maar voor nu blijven we nog eventjes. Oké, zie, de snelheid is er al gecorrigeerd. Dus staat er weer 120. Heel goed. Even kijken, ik wil namelijk even de reacties nog van van episode 100 en nee, dat is niet 100 en ja, 102, sorry, ik heb ook nog weer te snel. Ik wil nog graag de comment van episode 102 erbij halen, omdat ik die de vorige keer namelijk niet heb gedaan vanwege de release van Train Simulator 2015. Die wil ik nu wel gaan doen. Dus even kijken, de reacties. Even kijken. Daan 1801, je bent over de 1500 abonnees. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Ik heb het zelf niet eens in de gaten gehad. Moet je nagaan dat ik zoveel abonnees heb. Maar bedankt in ieder geval voor deze leuke mijlpaal. Jason van Schie, leuke video's. Kun je een keer het traject Den Haag Centraal via Leiden Centraal naar Amsterdam rijden? Dat stukje bestaat niet. Dus dat gaat een beetje lastig. Wesley van der Haan meldt dat hij het ook een leuke video vindt. Jerry Ton, hey Bliefjes, als de spurt klaar is, ga je daar dan ook eens naar Leeuwarden naar Stavoren rijden als dat kan? Even kijken, ja, de spurt die is bijna klaar volgens mij. Chris is nou bezig met de passenger views. Maar volgens mij is de route naar Leeuwarden er nog niet. Gaming met Hassal en een leuke video, dankjewel. Mr. Quinton67 vraag je. Bij elke Nederlandse route die ik installeer, krijg ik geen grond op de stations. Alleen maar zwevende wachtrondjes. Dan kan het zijn dat jij de access moet hebben van Chris Trains. Die heeft namelijk een perron. Als access zijnde. Dus misschien dat het daardoor komt. Dus misschien dat je die nog even moet downloaden.
even kijken, dan hebben we nog... even kijken. Hi Westerhof, hey beliefjes, weet je misschien of er een route van Meppel naar Leeuwarden uitkomt? Want ik woon in Akkum en dat ligt op die route. Tot zover ik weet helaas nog niet. Dus daar kan ik jou helaas niet mee helpen. Trains of Holland. Straks als Chris klaar is met de GTW moet hier natuurlijk wel met de blauwe vechtdaallijn GTW gereden worden. Ja, dat ben ik inderdaad mee eens. Want dat is natuurlijk wel een mooi iets om te doen. Om met die GTW over de veldaallijn heen te gaan natuurlijk. Mike Gelen. Hey, weet iemand ook of er 100% vier weer Nederlandse routes zijn, nu er zoveel routes in Payware zijn? Ik heb wel Payware, maar net niet de goede. Ja, even kijken. Deze routes, zoals Nederland en of Midden-Nederland, wat heb je nog meer? Het Gooi Centraal en dergelijke, is allemaal freeware. Alleen je hebt gewoon benodigde Payware voor nodig. Dat is gewoon het nadeel ervan. Maar ja, ik weet niet of de volledige freeware routes zijn. Thomas van Hoofd, kun je op de Zuid-Nederland route rijden wanneer deze uit is? Ja, ik heb het treinpunt voor hem wel even goed in de gaten gehouden. En ik zag inderdaad dat er een nieuwe trein aan staat te komen. Dus, of een nieuwe route, sorry. Die Zuid-Holland route. Die wil ik inderdaad wel eens gaan rijden. Daar ben ik wel vrij benieuwd naar. Want volgens mij is het ook met Eindhoven en zo. Dus dat is wel vrij interessant. Even kijken, dan hebben we nog Mine Shelters. Komt er ooit nog een route Utrecht Centraal naar Zwolle uit? Ik heb geen flauw benul. Misschien in het in de nieuwe Beta 5. Wie weet, ik weet niet wat er mee gaat komen. Trainspots. Even kijken, Tijspots, sorry. Chris Trains blijft ook in 2015. Hij is aan het scripten en de routes blijven ook allemaal. De GTW wacht Chris mee, die gaat hij aanpassen op de 2015. En dus Classic ook natuurlijk. Alleen maar logisch, bedoel, als je een soort van developer bent en je moet je natuurlijk wel zeker weten of je producten nog op 2015 werken. Tot nu toe werkt deze werkende trainer van Chris trouwens prima, dus daar heb ik allemaal nog geen probleem mee gehad. Dus die werken echt allemaal netjes naar behoren. Dus ik zou zeggen, dat gaat nog helemaal goed. Ramon Braken, leuke video. Leuke en mooie video's kun je een keer met de Trax rijden. Maakt niet uit waar je bent. Ben zelf al met de Berlin Express geweest. De Trax. Ik heb nog geen Trax gezien voor Train Simulator. Dus dat gaat een beetje lastig, denk ik. Rick Bies. Hallo Bjorn, je zei dat op het trein forum Vietnam Leer uitkomt. Kun je dan met een spul rijden? Dat zal tof zijn. Ja, maar dan moet ik gewoon wachten tot die route klaar is. Dan kan ik er best wel mee rijden. Dat is geen probleem. Rooster Anke, kan je die Duitse oproeplink erin zetten? Oh ja, dat ben ik vergeten. Dat zal ik waarschijnlijk nog eens doen. Dominique Muis. Hi beliefjes, ik heb een vraag. Ken je een compilatie van wat allemaal en bloopers? Oh, blooper compilatie. Ja, weet je, zulke bloopers maak ik niet. Dus op een gegeven moment, als ik een paar bloopers maak, dan is het, ja, best wel weinig. Ik bedoel, ik ben nog steeds aan het sparen, maar ik heb nog niet genoeg voor echt een hele episode. Game met Hazan, wil je nog een keer een route Enschede Almelo doen? Ja. De route is momenteel op 90%. De developer is momenteel bezig om het een en ander te testen natuurlijk. Of die goed in 2015 werkt. Ik weet nog niet wat de voorgangen hiervan zijn. Job Klagen, kosten assess geld. Ligt eraan welke je hebben wilt. Perit Stokman, dag Bjorn, kun je met de MP3000 rijden? Ja, die moet ik nog kopen. Die heb ik nog niet eens. Erg, hè? Eddie Hoen, wanneer komt de Arriva Spurt uit? Ik heb geen idee. Ik zei al, Chris Trains is momenteel bezig om... hoe zeg ik dat? Met de... met de passenger view, zeg maar. Julian Vletter is schijnbaar heel blij met de SGM. Nou, daar ben ik ook blij mee dat hij er blij mee is. Bussporter Channel, bedankt dat je mijn comment hebt behandeld. Kan je de gekochte treinen van Steve in de nieuwe update van Railworks Assist gebruiken? Jazeker dat kan. Ik heb het zelf ook getest en ik kan mijn trein nog prima gebruiken hier in Train Simulator 2015.
Dus ik denk dat er op zich geen probleem meer zijn. Even kijken. Wie nog jullie van Aalst? Kun je een keer op de Deunenpas rijden? Deunenpas. Ja, wil ik op zich wel. Alleen die routes die zijn zo traag. Dus ik moet gewoon even kijken of dat wel leuk is voor mij. Gamen met Milan. Je hebt deze route al eerder gereden. Maar wel leuk. Ja, natuurlijk. Het kan zeker zijn dat ik die route al een keer eerder gereden heb. Ik bedoel, de scenario's die zijn natuurlijk ook elke keer weer anders. Kevin Kuipers, leuke video. Heen Westop, hoi bliefjes, leuke video. Salim Elfie, morgen komt Train Simulator 2015. Nou ja, dat zal er wel een oude comment zijn geweest van nog voor Train Simulator. Dus ja, dat zou op zich heel goed kunnen zijn geweest. Die dag. Even kijken, Joris Winters, jee, weer een nieuwe episode. Nou, ik ben blij dat jij het net zo... ik ben blij dat jullie ook zo blij mee zijn in ieder geval. Ik ga nog eventjes kijken naar de comments van de eerste episode met 2015. Want ik ben wel vrij benieuwd wat mensen daarvan denken eigenlijk. Zoals jullie allemaal weten, voor mij donderdag of vrijdag was Train Simulator 2015 uitgekomen. En ja, er waren nog zich wel een paar verschillende meningen over. Omdat, ja, de graphics, ja. Iedereen had zich verheugd op de nieuwe Train Simulator. Maar voor bepaalde mensen viel die op zich best nog wel tegen. Bij mij ook trouwens hoor. Ik bedoel, ik had veel meer nieuwe dingen verwacht. Maar die heb ik helaas niet gezien. Ik bedoel, ja, ze hebben het hele menu hebben ze onder handen genomen. Sommige mensen vonden het menu wel mooi eruit zien. Maar er waren ook een aantal mensen die het menu echt heel slecht eruit vonden zien. En ja, het is wel zonde natuurlijk dat niet alle mensen even blij zijn met Train Simulator, maar ja, je moet er wat voor, ja. Zolang ik er maar mee kan blijven rijden, vind ik het trouwens ook goed. Even kijken. Ik zie dat Thijspot die zegt van je kan problemen krijgen met Midden-Nederland. Ik heb ook geprobeerd omdat je bepaalde dingen bij het installeren weg zijn gegaan. Controleer je mapjes goed en gebruik de route neem My Route om te kijken of alles er nog is. Nou, zoals ik nu kan zien, ziet alles op, er nog goed uit, zeg maar. Dus nou ja, laten we er ook vanuit gaan dat alles gewoon goed is. Björn, wist je dat als je dat ding in de trein hoort dat de deuren dicht gaan en het donker dat je mag vertrekken? Jazeker dat ik dat weet. Ik bedoel, ik heb ook wat een en ander geleerd over de treinen door dit simulatiespel. Dus ik wist dat zeker wel, dat dat mogelijk was. Even kijken, ik zie dan een bordje. 11, nou laten we even afremmen dan naar 100 en 110. En dan kunnen we straks weer gas geven naar 140. Nou, bijna weer. 140, jammer. Even kijken, Jessieboy vraagt of de Arriva al uit is. Nou, nee. Even kijken, Samuel. Ik merk niet heel veel van de zogenaamde nieuwe engine. Hier en daar een paar betere dingetjes, maar ik ben zwaar teleurgesteld. Misschien had ik mijn verwachtingen te hoog gezet. Ja, dat is ongeveer precies hetzelfde zoals ik denk eigenlijk. Ik denk dat mensen allemaal hele hoge verwachtingen hadden van deze nieuwe route. En dat die op zich best nog wel tegenvallen eigenlijk van verschillende mensen. Dus ja... Kijken, want er zijn volgens mij nog wel meer verschillende meningen over dat stukje. Even kijken. Ja, in tegendeel, Haie Westerhof die vindt in ieder geval wel dat
Het is een hele mooie, de Tracy Blade heel mooi is geworden in 2015. Nou ja, misschien zijn er mensen die wat meer verschillen zien dan dat ik dat zie. Dat kan heel goed zijn. Even kijken, Jerry Ton. Hey beliefjes, wil je mijn comments ook eerst beantwoorden van Episode Hardenberg naar Zwolle? Die je doet, ik wil wat antwoord horen over 2014. Nou, ik hoop dat ik die dan net gedaan heb. Zo niet type meer voor vernieuwd, want anders ben ik hem gewoon min of meer kwijt, denk ik. Bert van Münster, mooi gedaan. Deze versie waar deze route deed, is in mijn ogen beter. Ik hoop dat je een paar ritten kunt maken in de provincie Groningen. Bijvoorbeeld Dank, Groningen, Rodeschool, Delfzijl. Vind ik een hele mooie route. Inderdaad, de mensen zijn beter dan in de vorige versie. Ja, daarmee wordt waarschijnlijk geduid op de mensen met de koptelefoontjes en al die andere dingen, zeg maar. Dus kijk, op tijd bij je trouwens. We rijden nog wel op tijd. Ik ga trouwens tot, we moeten rijden tot Utrecht. En daar houdt het dan op. Daar, dat is gewoon één station. En ja, episode weinig lijkt me dan. Maar ik ben nu van plan om het koppelen van de trein. Niet te verknaken deze keer. Want dat ging namelijk de vorige keer een klein beetje fout. Zo heel klein beetje fout ook nog. En mijn route sloeg heel eventjes vast. Dus mocht je een kleine hapering hebben gezien, mijn route die sloeg heel eventjes vast. maar ja, gelukkig kon ik hem snel weer doorzetten, zeg maar. Dus eventjes kijken. Nou, even nog verder zien. J.A.Y. Belliot, die vindt het in ieder geval heel leuk dat wij, of dat ik in ieder geval op de route van Garmisch heb gereden. Hij vindt het namelijk een hele mooie route. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen dat mensen het een mooie route vinden. Ja, mensen hebben inderdaad nog wat op te merken over mijn intro. Die klopt inderdaad grotendeels niet meer. Ik ga dit nog wel een keer aanpassen. Waarschijnlijk hoop ik die voor de volgende episode nog hebben aangepast. Zoals ik al zeg, dat hoop ik. Dat is wel lastig om zo'n intro op elkaar te zetten. Gelukkig heb ik de template heb ik nog wel. Dus op zich hoef ik alleen maar een paar zinnetjes min of meer ergens aan te passen. En dan moet het goed zijn. Even kijken, Wesley van der Haar die vindt het nog vond het een hele mooie trein nog, gelukkig. Mr. XX Daniel XX, leuk. Ik heb ook Train Simulator 2015 en kun je een keer op de Academy rijden? Dat is ook nieuw. Ja, ik wil best wel een keer proberen op de Academy te rijden. Het is voor mij ook best wel nieuw. Maar ik kan het op zich best wel een keertje rijden in de Academy. Want daar kun je, dat is echt leren hoe je in een trein moet rijden, min of meer. Noah, kun je een keer in de BR-324? Ik weet op zich niet of ik die heb hoor, de BR-324. Dat is een beetje, ja, geen idee. Ja, dat waren het zover wel de comments over de meningen van de kijkers in ieder geval op deze route. En dan gaan wij in ieder geval verder met de eerste route die wij dan rijden op Train Simulator 2015. Met een Nederlandse route. Eerste Nederlandse route op Train Simulator, Train Simulator 2015. Dus ja. Dat is zeg maar hartstikke leuk. Even kijken, ik zie weer een bordje. En er gaat een alarm af. Dus... ik ga ervan uit dat het volgende zijn iets te melden heeft, min of meer. Dat kan sowieso wel zijn, want we moeten een keer tap drukken om door de seinen heen te komen. Want er staat natuurlijk op één perron staat natuurlijk zo'n trein stil. En dan moet je even bij de treindienstleiding moet je toch eventjes om permissie vragen om door te mogen rijden.
Nou, we gaan natuurlijk over deze mooie heuvel bij Amersfoort. Ik neem aan dat iedereen die min of meer al gezien heeft, of er ooit in ieder geval een keer overheen gereden heeft, dat ga ik min of meer wel vanuit. Zo, nou even de heuvel weer af. Hey, daar komt ons nog zomaar een firm tegemoet. Die moet zeer waarschijnlijk even op ons wachten, omdat wij nog op zijn spoorbaan rijden. Oh, de night nog wel. Oké. Oh, die firm die. Staat er voor of het is aan de hand? Zijn we zo vroeg of iets eigenlijk? Ja, we zijn best wel vroeg eigenlijk. Koppel het aan en open dan de deuren. Ja, dat snap ik. Maar we hebben momenteel nog een rood sein. Dus ik ga even kijken. Ik ga die volgen op dat spoor. En die wissel ligt goed. Die wissel leidt ons daarheen. En die wissel leidt ons volgens mij naar... Even kijken. Waar staat hij eigenlijk? Die leidt ons naar dat spoor heen. Daar. Hey, is dat een mannetje? Dat is Henk. Ik weet het gewoon 100% zeker, dat is Henk. Hey, we zijn approved. Oké. Gassen. En wat ik al zei, ik ga het aankoppelen echt deze keer niet verknaken. Daar heb ik absoluut geen zin aan om dat nu toch nog te gaan verknaken. Dat ging de vorige keer namelijk helemaal fout. Zo. Zo, daarheen. Klopt. En dan nog een keertje naar links. Hartstikke plaats. Nou, dat moet nu goed gaan, denk ik. Om met 40 oprijden, dat is een van de tips die ik wel meegekregen had. Eens even kijken, dan gaan we in ieder geval even hier staan. Zo. Henk, ga dus voor weg. Had ik bijna nog de dode man gemist. Echt bijna gemist. Nou. Daar lijkt me nog weinig aan te verknaken, lijkt mij. Eerst dat stilstand komen was volgens mij, zo. En... Hoppakee. Deurtjes openen. Nou, ik denk dat het wel prima is gegaan, zo. Zo. Even kijken, staan de frontzijden hier aan? Nee, ik ga het even aanzetten. Zo. En. Zo. Even kijken, koersborden moeten we nog wel even goed zetten. Eens even kijken.
Die moet namelijk op Utrecht Centraal staan. Zo. En dan staan hopelijk de achterkoersborden ook nog op Utrecht Centraal. Yes, super. Wat sta jij er nog? Jij bent echt niet meer van toepassing. Henk, de aankoppelman. Voor mij zie ik trouwens op deze route niet van die nieuwe mensen gegenereerd worden. Alleen maar de, min of meer, ja, de oude mensjes. Maar geen mensen met koptelefoons op of wat dan ook. Misschien komen die mensen alleen maar voor in de nieuwe routes. Vermoedelijk. Nou, ik vind dit zo wel een mooi uitzien. Nou, dan moeten we alleen nog een heel klein stukje naar Utrecht Centraal heen rijden. En ja, daar eindigt het voor ons. Ik vind trouwens wel, kijk, als je naar die lampen kijkt zo, hè. Dat vind ik wel leuk. Als je naar die lampjes kijkt. Van die reflecterende, shiny dingetjes. Maar, dat vind ik wel netjes. Nou, als het goed is gaan de deuren zometeen dicht. Het volgende station is Utrecht Centraal. Nou, dat geloof ik meteen. Nou, remmen los. Richting schakelen naar voren en gas geven. Mag je mogen wel rijden? Ja. Heel mooi. Nou, de wissels moeten goed staan volgens mij. Lijkt me althans. Hey, Firm. Wel lekker veel films tegen dit route. Nou, mag wel een beetje versnellen, denk ik. Zo. Ga eventjes versnellen naar 120. Zo, dat is eventjes voor 120. Om zometeen meteen versnellen naar kijk hoe ver is Utrecht, 90 kilometer. Dat zou op zich wel kunnen kloppen. Snelheid bereikt. Voor de rest, ja, ik denk dat we zo kunnen door blijven rijden naar Den Dolder en dan zo Utrecht Centraal. Ik weet trouwens niet waarom er staat go via Den Dolder. Dat is volgens mij niet gehoeven. Dus ja, één goede weg erdoor, wat mij betreft.
Als je ook nog tot in de verte even moet afremmen weer naar 120. Dat is wel niet weten waarom eigenlijk. Misschien hadden we wel via Den Dolder moeten, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Daar moet je gewoon snelheid minderen. Nou, afremmen. Nou, dat vind ik echt wel heel mooi op tijd afgeremd dit. Gewoon vlak voor het bordje rijden, strak 120. Kijken in het passagiersaanzicht. Je kunt ook kijken naar het mooie landschap van Midden-Nederland. Boompjes, heel veel boompjes, alleen maar boompjes. En aan de andere kant gebouwen en boompjes. En een DDZ die tot stilstand komt. Dat is natuurlijk altijd wel mooi om te zien, hè? Een DDZ die tot stilstand komt. Gehoord. Bukseinen. Overal, bukseinen. Nog meer bukseinen, overal bukseinen hier. Ondertussen zie je op mijn scherm dat ik waarschijnlijk al 4 seinen voorbij had moeten rijden, maar die heb ik allemaal niet gezien namelijk. Volgens mij is dat het zijn dat voor die voor dat gezeur zorgden. En de volgende zijn het allemaal weer netjes groen, zoals je kunt zien. Ik weet niet, ik weet trouwens ook niet of dit probleem wordt opgelost in beta 5. Nou, ik zie dat we wel weer moeten afremmen naar 100. Want we komen ook bijna aan, wil ik zeggen, maar we naderen wel Utrecht Centraal natuurlijk.
ik moet wel zeggen dat ik echt heerlijk vind om deze route te rijden. Ik bedoel, Midden-Nederland is echt een van de routes die natuurlijk ontzettend groot is. Je bent overal naartoe. Zolang het maar natuurlijk in het midden van Nederland blijft, kun je er overal naartoe. Kijk, dit ziet er toch ontzettend mooi uit als je zo naar deze dingen kijkt. Nou ja, de bosjes niet dan, maar wat er allemaal achter zit bevindt. Het spoor dat naast ons zit natuurlijk. Het is toch heerlijk om zo te rijden. Ik bedoel, heel vaak als ik als ik zo'n route rijd, dan zit ik heel vaak wel gewoon zo te kijken. Gewoon lekker uit het raam kijken naar buiten. Heerlijk toch zo. Ja, mensen, het valt natuurlijk wel een beetje op dat ik natuurlijk in het weekend niet zo vaak een video heb. En dat heeft allemaal te maken met de drukte die ik op werk heb. Omdat het op werk heel druk is, moet ik echt gewoon tijd vinden om met Train Simulator bezig te gaan. En dat werkt gewoon niet altijd. En in het weekend heb ik natuurlijk ook af en toe wel andere dingen te doen. Bijvoorbeeld, gisteren ben ik in Fantasialand geweest. Gisteren is zaterdag, onder jullie info. Dat is zaterdag geweest. Geel. The night. Ooh. Moet even wachten. Zijn we te vroeg of zo? 53. Maar valt mee. Kijk, super. We mogen toch met 40 doorrijden. Natuurlijk kun je Utrecht niet zomaar met 100 km per uur binnenrijden. Dat moet echt wel met 40. En dan zijn we hier bijna aangekomen bij het eindstation van deze trein. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken weer naar mijn episode. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, zowel geef me even een duimpje omhoog. Weet je wat ik ook vrolijk van. En wil je graag meer van mijn episode zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. En heb je een comment voor de volgende keer, of een tip, of iets dat ik zou moeten doen. Schrijf een comment eronder, ik zal hem even behandelen. Probeer hem natuurlijk te vernoemen in de episodes.
Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken iedereen. Tot de volgende episode. Tot ziens. Daag.